bij Tiel aan tafel. Straks natuurlijk de kritische vrienden, maar eerst ga ik praten met Dominique over een bijzondere lotgenotendag. Welkom Dominique. Dankjewel. Je gaat een mooie lotgenotencontactdag organiseren. Daar zijn we mee bezig, ja. Voor wie? Voor alle soorten slachtoffers van seksueel misbruik en kindermishandeling en hun naasten, zoals partner, familie, vriendschap, die ook een stukje ondersteuning en versterking willen. Doe je dat helemaal alleen of doe je dat in de vorm van een stichting? In 2017 zijn we begonnen met de eigenaresse van de Vrije Markt Tiel en met een aantal personeelsleden van de Vrije Markt Tiel op vrijwillige basis om te kijken of er echt vraag naar was en of het te verwezenlijken is wat we willen. In 2017 is het een groot succes geweest, waardoor we besloten hebben om in 2018 hiermee verder te gaan. En omdat er vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het advies gegeven was om een stichting te openen, zodat subsidies makkelijker aan te vragen zijn, zijn we vorige week officieel een stichting begonnen. Ja, dat is mooi. Ja, inderdaad. Gefeliciteerd daarmee. Wat zorgt ervoor dat jij hierin zo gedreven bent? Want ik vind je erg gedreven. Ik ben zelf ook een lotgenoot, dus ik ben zelf ook een slachtoffer van seksueel misbruik en kindermishandeling. Ik heb vanaf anderhalf jaar tot en met mijn 16e heb ik in een pleeggezin gezeten waar ik dagelijks seksueel misbruikt en mishandeld werd. En door alle ervaringen die ik heb opgedaan en door alle contacten met andere lotgenoten is eigenlijk het initiatief ontstaan om dit te verwezenlijken. En uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen. En heb je dit niet ergens anders gevonden, zeg maar, bij een andere organisatie om het hierbij aan te sluiten? Ik heb in de afgelopen 9 jaar heb ik heel veel contact gekregen met andere stichtingen, verenigingen, instanties en ook onderzoekscommissies van de overheid die dus onderzoek deden naar het seksueel misbruik binnen bijvoorbeeld de katholieke kerk, maar ook binnen jeugdzorg en pleeggezinnen. Er zijn diverse bijeenkomsten, lezingen, seminars en dergelijke georganiseerd. Maar wat in al die tijd is opgevallen is dat er heel veel wantrouwen is van lotgenoten en naasten naar zulke soort stichtingen, verenigingen, instanties en instellingen. En daarnaast de bijeenkomsten die georganiseerd waren, die werden niet, de individuele behoefte werd niet echt bekeken. En je kon merken dat gewoon heel veel lotgenoten niet vonden op die dagen wat ze zochten. En dat is toch meer persoonlijk contact en meer vrijheid om eigen ervaringen te delen. Ja, ergens anders zeg je, was dat niet mogelijk. Hè? Heel veel, of heel vaak hoor je van buitenaf, joh, stap eroverheen, vergeet het, ga gewoon door met je leven. Hoe kijk jij daar tegenaan? De overeenstappen zal nooit kunnen. Heel simpel, omdat je hebt iets heel erg traumatisch meegemaakt. Dit zal ten alle tijde een rode draad in je leven blijven. Je merkt ook bij heel veel mensen dat omdat ze het in hun jeugd hebben meegemaakt, dat ze heel veel ellende met zich meedragen in hun verdere toekomst. Vergeven is ook voor een hoop mensen moeilijk, puur omdat daders vaak niet toegeven dat ze het gedaan hebben en wat ze gedaan hebben. Een verdere uitleg van daders waarom ze het gedaan hebben ontbreekt daardoor ook, waardoor dus vergeving bijna onmogelijk is. En vergeten is ook onmogelijk, want wat ik zeg, je hebt je traumatische ervaringen, die draag je de rest van je leven mee. En dit zal voornamelijk door middel van nachtmerries, spanningsklachten, lichamelijke klachten, psychische stoornissen. Het is eigenlijk een heel breed scala aan problemen die je eigenlijk hebt doordat je seksueel misbruikt of mishandeld bent vanuit je jeugd. Heb jij al die verschijnselen zelf ook? Bij mij is de diagnose gesteld chronische en complexe PTSS. Dus ik heb posttraumatisch stresssyndroom. Ik kan dus heel erg moeilijk met stress omgaan. En ik kan op bepaalde situaties gewoon heel anders reageren als andere mensen. Ik heb nog steeds dagelijks nachtmerries. Tenminste, bijna dagelijks nachtmerries. Dit is soms niet één nachtmerrie. Dit kunnen er 10 achter elkaar zijn. Slaapproblemen heb ik gehad. Is nu minder. Ondanks mijn nachtmerries. En ik heb ook heel veel lichamelijke klachten gehad. Daar ben ik nu gelukkig redelijk van af. Maar ik merk wel dat als er te veel stress of te veel spanning is, of ik word te veel getriggerd naar de dingen die ik vroeger heb meegemaakt, dat die lichamelijke klachten weer terug kunnen komen. En hoe ga je dan om met je lotgenoot op het moment dat je op zo'n dag bent?
Wat mij is opgevallen, zeker in de afgelopen 9 jaar dat ik persoonlijk contact kreeg met andere lotgenoten, mm-hmm. is dat het contact wat ik met lotgenoten heb puur ondersteunend en versterkend werkt. Op momenten dat ik een hele vervelende dag heb of niet lekker in mijn vel zit, merk ik dat op het moment dat ik contact heb met lotgenoten, dat die eigenlijk ervoor zorgen dat ik weer gemotiveerd ben, dat ik me beter in mijn vel voel. Ik hoef niks uit te leggen, er is geen verwijt. Het gaat gewoon eigenlijk in een hele relaxte lijn. En ik merk ook dat andere lotgenoten waar ik contact mee heb, dat ook zo ervaren. Waardoor die versterkende en ondersteunende drijfsfeer eigenlijk alleen maar groter wordt. Herkenning en erkenning eigenlijk. Juist, dat is het allerbelangrijkste. We hebben het een beetje over jouw drijfveer gehad, hè, daarvoor, maar nog niet over de dag zelf. Want wanneer is die? 24 maart, dat is op een zaterdag, wordt deze dag georganiseerd in het restaurant van de Vrije Markt Tiel. Deze dag is echt puur voor alle soorten lotgenoten van seksueel misbruik en kindermishandeling, ongeacht geslacht of leeftijd. Mm-hmm. Daarnaast is familie, vriendschap of partner ook welkom. Ook als de lotgenoot zelf niet het gevoel hebt van, goh, ik ben sterk genoeg om zo'n dag mee te maken. Maar als er dan bijvoorbeeld een familielid of een partner of een vriendschap is die wel die behoefte hebt, om gewoon eens te horen wat andermans ervaring is en eventueel een advies te krijgen in hoe zij beter om kunnen gaan met de lotgenoten die zij persoonlijk kennen, mm-hmm. die zijn die dag welkom. En hoe ziet die dag eruit? Heb je daar een bepaalde invulling voor? Er is eigenlijk een beetje algemene invulling. Voor de meeste lotgenoten bijeenkomsten wordt een heel strak programma samengesteld. Mm-hmm. Wij hebben bij de vorige lotgenoten bijeenkomst ook geprobeerd zo'n programma te creëren. Waar we alleen achtergekomen zijn dat je moet echt constant op je klokje kijken en constant zijn er van de volgende is aan de beurt. En we merkten ook, ik persoonlijk, maar ook alle andere lotgenoten, dat het eigenlijk niet zo prettig was om met zo'n programma te werken. En dat er dus ook minder tijd is voor lotgenoten om zelf met hun persoonlijke ervaringen te komen. Dus we hebben besloten om bij de aankomende lotgenotenbijeenkomst geen strak programma meer te voeren. Er zal in de ochtend zal er iets uitgelegd worden over de stichting die wij net gestart zijn. En voor de rest zullen we in de middag eigenlijk een invulling doen dat er een soort dialoog ontstaat, waardoor lotgenoten met elkaar hun ervaringen op een heel vrijblijvende manier kunnen delen. En moeten mensen zich aanmelden of kunnen ze gewoon binnenwandelen? Ja. Nee, je kan niet binnenwandelen. Dit heeft puur met een stukje veiligheid te maken en met de regelgeving van de gemeente Tiel. Mm-hmm. Want op het moment dat er meer dan 250 mensen aanwezig zijn, dan moeten wij dus echt een vergunning aanvragen bij de gemeente. Ja. We hebben met de gemeente Tiel ook afgesproken dat we dus echt op het maximaal van 250 aanwezigen houden. Ook omdat het een gesloten terrein is en om de veiligheid van lotgenoten te kunnen waarborgen, vragen wij iedereen die hier aan wil aan deelnemen, mm-hmm. om zich eerst te melden via ons e-mailadres. En het e-mailadres is geloofinons@gmail.com. geloofinons@gmail.com. En nu heb je al een paar keer genoemd dat je een stichting hebt opgericht. Ja. Alleen heb je nog niet de naam van de stichting onthuld. De naam van de stichting is Vertrouw op onze Kralen. En Kralen staat voor kracht, recht aan lotgenoten en naasten. Mooi. En een website, hebben jullie die? Die hebben we nog niet. Als je een keuze moet maken tussen een website laten maken en een lotgenotendag, dan gaat de lotgenotendag voor. Nou weet je, wie weet is er wel iemand die voor jullie een website wil bouwen. Wie weet. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met de verdere organisatie van de Lotgenotendag. En ik hoop dat er heel veel mensen komen. Dat hopen wij ook. Dank je wel. Jou ook bedankt. En het is nu weer tijd voor onze kritische vrienden. En we gaan het hebben over de nieuwe donorwet. Welkom Rini, welkom Jan. We hebben een nieuwe donorwet. En in principe zegt deze donorwet dat als je geen formulier invult, geen bezwaar hebt voor orgaandonatie. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind het goed dat de mogelijkheid daar is. Maar de manier waarop ben ik geen voorstander van. En waarom? Ik vind dat je zelf moet kunnen beslissen wat je wil en niet achteraf. En jij Jan? Nou, ik vind het een hele goede wet. Die hadden ze al 100 jaar eerder moeten instellen. Alleen, er zijn nu nog een aantal bezwaren. Hè, dat er wordt gezegd van uiteindelijk als de familie dan toch nog vindt bij een in latere instantie van laten we het toch maar niet doen.
Dus dat had niet mogen gebeuren. Ik denk van dat de meest ruime opvatting van de wet. Hè, dus gewoon van oké, als jij dus gewoon niet invult dat je dus gewoon zelf bewust zelf niet wilt. Nou, dan zijn je organen zijn beschikbaar voor een ander. Er is trouwens best nog wel wat onduidelijkheid over. Hè? Caroline, hoe zit dat precies? Want jij weet er natuurlijk alles van. Ja. Als deskundige. Het is wel grappig dat jullie mij daarbij betrekken. Want we verzinnen natuurlijk een soort van stelling. Het is, iedereen denkt dus dat als ze geen formulier invullen, dat automatisch de organen worden gebruikt voor organdonatie. Mm-hmm. Maar het is dus zo, als je geen formulier invult, heb je geen bezwaar. Mm-hmm. En als je geen bezwaar hebt, dan komt eigenlijk de vraag alsnog bij de nabestaanden. Ja. Dus die gaan dan beslissen of dat jij donor bent of niet. Dus het is... Want het is laagdrempelig. Dus okay. als bij wijze van spreken een van jullie iets overkomt en je hebt allebei geen formulier ingevuld, dan komen ze dus bij jullie nabestaanden, weten jullie of deze persoon bezwaar had. Hmm. En bij het minste of geringste dat ze dan zeggen van ja, die had bezwaar, worden er dus geen organen uitgenomen. Oftewel, je hebt zelf wel die beslissing, maar je moet dus gewoon dat formulier invullen. In principe, het is een dwangmiddel om, of een beter dwangmiddel om, net een manier zeg ik dat eventjes, om dat formulier toch ingevuld te krijgen. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het eigenlijk misschien wel hetzelfde blijft als wat het was. Alleen de mensen die echt tegen zijn, denk ik, zullen nu gaan zeggen van ik ga het formulier invullen met nee. Ja. Ja, van oor, het is mijn mening ik vind is het op moeilijk. Zich natuurlijk niet zo belangrijk. Nou, dat vind ik in dit geval wel. Kijk, je hebt er natuurlijk mee te maken gehad. En het feit dat jij hier zit, heeft gewoon te maken met dat je een donor hebt gehad. Nou, dus dat is natuurlijk niet niks. Betekent gewoon dat jij dus gewoon ook wat dat betreft het levende bewijs bent voor mensen om te zeggen van oké, na mijn dood, hoppa, snij je maar. Ja, maar ik heb toch ook wel respect, moet ik zeggen, voor de mensen die dus nee invullen. En heel veel mensen denken dat dat dus niet zo is. Nee, maar dat hoeft er ook niet. Ik bedoel, je kunt respect hebben voor iemands mening. Maar aan de andere kant denk ik van, hoe ruimer je gewoon dit maakt, hè, de mensen de mogelijkheid geven om te doneren, hoe beter het is. Jij vindt dus eigenlijk dat dat geen bezwaren zelfs nog af zou moeten? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk van, je moet hem zo ruim mogelijk maken. Jij zegt standaard doen. Standaard doen, want het is een emotioneel verhaal. De nabestaanden die staan bij de kist en die denken van, dan gaan ze zo meteen gaan ze van alles wegsnijden. Mm-hmm. Dus dat gaan we niet meemaken. Maar een paar uur later is de nabestaanden verbrand. Weg ermee. En dus dat is gewoon zo van, dan zijn er gewoon een aantal waardevolle organen waar mogelijk 4, 5, misschien wel 6 mensen mee gered hadden kunnen worden, die liggen dan gewoon in de oven. Zo plastisch moet je het zien. Je stelt dat heel zwart-wit, maar zo is het natuurlijk wel. Ik vind zelf dat de keuze aan een ieder is. De keuze blijft natuurlijk aan een ieder. Het is gewoon zo van, als jij vindt dat je dat niet wil, dan vul jij een formulier in en dat heb jij gewoon altijd bij. En op het moment dat jij onder de tram komt, dan vindt men dat. En dan zeggen ze, ja, Rini, die wilde dat niet. Nou, prima. En iemand die dat niet bij zich heeft, nou oké, snij je maar. Nou, het staat natuurlijk in een register geregistreerd sowieso wat ze raad moeten plegen op het moment dat er iemand binnen in een ziekenhuis komt. Hè? Want er zijn natuurlijk wel veel meer regels dan alleen maar iemand is dood en we zullen organen gaan gebruiken. Maar begrijp ik dat jullie eigenlijk zeggen dat mensen gewoon nog steeds dat formulier in moeten vullen? Ja, want daar komt het op neer. Geeft het meer duidelijkheid. Nou, ik vind dat je het formulier moet invullen op het moment dat je dus het niet wilt. En op het moment dat je dus dat formulier niet bij hebt, wil je wel. Nou ja. That's it. Dus voor iedereen is dat gewoon duidelijk, ook voor de familie. En dan denk ik, familie, dan moeten jullie niet zeiken. Ja, het is gewoon, ja, dat klinkt misschien een beetje bot. Omdat mensen zitten in een rouwproces en noem maar op. En dan gebeuren er gewoon dingen heel emotioneel. Want moeder gaan ze snijden en noem maar op. Maar dat zul je dan toch aan de kant moeten zetten. Nou, wat ik sowieso een goede zaak vind, is dat er over nagedacht wordt. Huh? Ja, absoluut. Want je staat eigenlijk nooit bestil. Nee, maar dat is natuurlijk ook het feit dat dus deze wet nodig is. Is omdat mensen dus er niet bij stil willen staan. Precies. Je gaat niet zo'n formulier gaan je invullen, want je wilt niet. Je wil niet met je eigen sterfelijkheid. Dat is voor later. Dat is voor later en je schuift het dan op. Dus wat dat betreft vind ik deze wet prima, want je wordt geconfronteerd daarmee en je moet daar een besluit in nemen. Ja. Nou, maar hij is nog niet streng genoeg. Ik vind hem, dat kan best nog een tandje bij. Maar het is, ik geef aan de andere kant, vind ik het gewoon een hulde voor de D66. Kamerlid Pia Dijkstra, die gewoon wat dat betreft dit er doorgesleept heeft.
Een heel emotioneel betoog heeft gehouden. Vandaar de vorige die sleepwet natuurlijk. Ja, nou, snap ik die hebben hem erdoor gesleept. Dat is typisch weer zo'n woordgrap. Je probeert gewoon de spanning te breken. He, maar het is, gaat hier wel om een serieus onderwerp. Ja, zeker. Maar goed, je geeft eigenlijk een mooi compliment als PvdA'er aan een D66-lid. Jij zegt dat niet als PvdA, toch? Dit heeft niets met partijpolitiek te maken. Dit heeft gewoon te maken met wat gun je je andere mensen en hoe... belangrijk vind je gewoon wat je kunt betekenen voor iemand die in de shit zit. Dat betekent het gewoon. En dat heeft totaal niets met partijpolitiek te maken. En ik vind het fantastisch dat zij er voor elkaar gekregen heeft en de manier waarop ze het gedaan heeft, haar hulde. Nou, wijze woorden, Jan. Ja, vind ik echt. Laten we hierbij afsluiten, mannen. Dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel. Tot volgende week.